Op dinsdagavond 11 mei 2010 vertrekt vlucht 771 van Afrikia Airways voor een vlucht van Johannesburg, Zuid-Afrika, naar Tripoli in Libië. Aan boord bevinden zich 93 passagiers en 11 bemanningsleden. Onder de passagiers zijn 71 Nederlanders die vanuit Tripoli door willen vliegen naar Amsterdam. Even voor 6 uur de volgende ochtend nadert het vliegtuig de luchthaven van Tripoli voor de landing. In de cockpit bevinden zich 3 piloten. Rechts de co-piloot die het vliegtuig bestuurt, links de gezagvoerder en middenachter een extra co-piloot voor deze lange vlucht. De landingsbaan van Tripoli International Airport is west-oost georiënteerd. De verkeersleiding dirigeert het vliegtuig voor een landing in oostelijke richting op baan 09. Aan deze kant van de landingsbaan is alleen een zogeheten non-precisienadering mogelijk. Dat wil zeggen dat de instrumenten de vliegers helpen recht voor de baan uit te komen, maar dat de landing zelf op de hand moet plaatsvinden. Tripoli is voor de piloten van Afrikia de thuisbasis en ze zijn dan ook gewend het vliegveld van deze kant aan te vliegen. Uit de opnames van de gesprekken in de cockpit blijkt niet dat een duidelijke afspraak is gemaakt hoe de landing zal worden uitgevoerd. De nadering naar baan 09 verloopt via een aantal radiobakens die de vliegers een referentie geven van hun positie. Het baken Tango Whiskey op 4 mijl voor de baan is het punt waar de finale daling moet worden ingezet. Op weg naar Tango Whiskey vliegt het vliegtuig op de voorgeschreven hoogte van 1400 voet op de automatische piloot. De captain en de co-piloot overleggen of ze de daling naar de baan volledig automatisch of toch via een ingesteld glijpad zullen vliegen. Er wordt geen duidelijke beslissing genomen, maar de co-piloot selecteert in eerste instantie een automatische nadering. In de cockpit klinkt een radiobericht van een andere vlieger die zojuist geland is. Deze waarschuwt de captain voor laaghangende bewolking op het laatste stuk van de nadering. De co-piloot kiest intussen voor een glijpad van 3 graden en stelt dit in. Hiermee wordt de automatische nadering uitgeschakeld. Het glijpad dient te worden geactiveerd vanaf punt Tango Whiskey, maar hij activeert het onmiddellijk, ruim 1 mijl te vroeg. Hierdoor zal het vliegtuig ruim voor de baan de grond bereiken. De 2 andere bemanningsleden merken deze fout niet op. Als punt Tango Whiskey wordt gepasseerd, merkt niemand dat dit op te lage hoogte gebeurt. Een opvallend gegeven is dat een aantal weken eerder dezelfde bemanning met hetzelfde vliegtuig bij een landing op baan 09 ook te vroeg is gaan dalen en de landing heeft afgebroken onder vergelijkbare omstandigheden. Dit incident is toen door de bemanning niet gemeld en door de maatschappij niet opgemerkt. Op 720 voet is het vliegtuig op 100 voet van de minimumbeslissingshoogte. Dit is het punt in de procedure waarop definitief moet worden besloten of een landing wordt doorgezet of afgebroken. Op dit moment moet de bemanning de baan in zicht hebben. Dit is niet het geval. De baan lag immers nog ruim 1 mijl verder. Minimum. Desondanks geeft de gezagvoerder op de beslissingshoogte het bevel om door te gaan. De co-piloot breekt de landing niet af. Als het vliegtuig gezakt is tot 280 voet, klinkt een waarschuwing dat de grond genaderd wordt. Too low. Terrain. Nu besluit de co-piloot tot een doorstart. Hij geeft vol vermogen, trekt de neus van het toestel omhoog en haalt het landingsgestel op. Hierdoor klimt het vliegtuig naar 670 voet. Hierna duwt hij de stuurknuppel weer iets naar voren, waardoor het toestel weer gaat dalen. De gezagvoerder heeft al meegestuurd en neemt de besturing nu helemaal over. Hij haalt de neus eerst iets omhoog, maar duwt de knuppel daarna weer naar voren. Kort hierop vliegt het toestel met grote snelheid tegen de grond.